Rick, we staan hier voor een ruïne. Ja. Wat is er precies gebeurd? Brand uitgebroken. Ik zat zwaar in het overwerken vannacht bij mijn bedrijf aan de overkant. En ik hoorde opeens een paar hele rare, doffe ploffen, om zo maar uit te drukken. En toen keek ik uit het raam en toen zag ik dat er brand uit was gebroken bij de overkant. En hoe laat was dat? Dat was om en erbij een uur of drie of vier. En wat heb je toen gedaan? Ik heb gelijk 112 gebeld met die mededeling. En daar moet ik heel complimenteus over zijn. Want zowel de politie als de brandweer, die was hier zo snel ter plaatse. En ze hadden het ook binnen de kortst mogelijke keren, werd het opgeschaald overigens naar een grote brand. Met alle mogelijke materiaal uit de buurt werd aangerukt. En we hebben met 20 minuten stonden die jongens te spuiten. Dus dat was een heel snelle reactietijd. Er zijn meerdere brandweerploegen gekomen. Ja, van wat ik begreep zijn ze uit de hele regio zijn ze gekomen. Van Heilo, Alkmaar en Limmen. En eigenlijk is de hele regio hierop leeggelopen. Want met mannenmacht is uitgerukt om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Nu heb je zelf ook wat ervaring met de brandweer. Ja, ik ben een jaar of wat vrijwilliger geweest bij de brandweer in Limmen. Dus die collega's heb ik ook weer even mogen spreken, want zelfs zij waren erbij. Dat vond ik hartstikke leuk. De loods, wat werd daarin gedaan? Daar zat de verfgroothandel in. En tot op nu weten we nog niet wat precies de brand heeft doen ontstaan. Maar dat zal wel, zullen we ongetwijfeld nog wel te horen krijgen. Heb je de eigenaar al gesproken? Ja, dat is Romek. Die heb ik gesproken nog. En die was uiteraard zeer rondaan, vanzelfsprekend. En daar heb ik eigenlijk niet veel woorden meer mee gewisseld verder. Ik begrijp dat hij natuurlijk wel een beetje onder de indruk was van zijn afgebrande bedrijf. En ik hoop dat het hem goed gaat vanzelf. Ron, we staan hier op een triest aanblik natuurlijk. Wat is jouw reden hier om hier te zijn? Mijn buurman is helemaal afgebrand. Dat zal wel op het beeld achter me ook te zien zijn. Dus die is veel erger getroffen als dat ik er ben. En mijn hal grenst aan zijn hal. Er staan een paar auto's in en die auto's hebben roet- en waterschade. Ernstig? Nou, roet- en waterschade valt nog mee. Dus ik denk een flinke goede poetsbeurt schiet wel een aardig eind op. Wanneer heeft u het gehoord? Ik werd vanochtend om even voor 5:30 door de alarmdienst uit mijn bed gebeld. Uw reactie toen? Ja, die alarmdienst zegt er is wat aan de hand, ga kijken. En toen ik hier op de Rijksstraatweg kwam en allerlei afzettingen zag van politie en volop brandweerauto's. Ja, toen dacht ik wel, ik hoef ze niet meer te poetsen, ze zijn er niet meer. Nee, dat is natuurlijk het is verschrikkelijk wat als zoiets gebeurt. Maar ja, natuurlijk ontzettend blij hè, dat er zo weinig of is. Het is prima, het is materiële schade op dit moment en er zijn geen ongelukken gebeurd verder. Dus we mogen met z'n allen in onze handen knijpen.